die proberen we hier te houden. Dan gaan ze op de nichten. Dit, wat hier gedaan wordt, dat is intuïtief beeldhouwen. En ik kom hier dus gemiddeld zo 1 tot 2 keer per maand naartoe om 4 dagen of 5 dagen workshop te geven. En het intuïtieve beeldhouwen is afkomstig, zoals wij het doen, uit Zimbabwe. En dat is ruim 50 jaar geleden pas ontstaan uit de houtsnijkunst eigenlijk. En dat intuïtieve beeldhouwen wil in het kort zeggen dat je goed kijkt naar de ruwe steen zoals die in de natuur is gevormd en wordt gevonden. Die stenen worden overigens ook met de hand gedolven. En je ziet op een bepaald moment iets in de steen en dat ga je uitwerken. En daar worden alleen handgereedschappen bij gebruikt, zoals je dat hier ook kunt zien. Dus hamers met een speciale vorm. Dit noemen ze een Portugese hamer, die is uitermate goed geschikt om dit werk te doen. En een stalen bijtel. En later worden de vormen dus uitgewerkt met fijner gereedschap, vijltjes en schuurpapier. En het uiteindelijke product wordt dan verwarmd met een gasbrander. En dat wordt in een natuurlijke bijenwas gezet. Dat gebeurt een aantal keren achter elkaar, zodat de steen goed verzadigd is met was. Dan laat je hem afkoelen en dan kan je hem mooi oppoetsen. En dan krijgt de steen zijn oorspronkelijke eigen kleur en glans. En dat is ook, zoals de beelden die hier nu in de beeldentuin staan, de manier waarop de mensen uit Zimbabwe hun producten hebben gemaakt. Dus je ziet hier dat er nog een stuk van de ruwe steen zichtbaar blijft. Dus hier wordt gewoon niets aan gedaan. En dan zie je van lieverlee dat de rest van de steen voor een groot gedeelte weggehaald is, waardoor deze vorm eruit komt. Nou, uiteindelijk dan wordt dat dus helemaal gepolijst met schuurpapier. En dan wordt hij dus in die natuurlijke bijenwas gezet. Waardoor je zijn oorspronkelijke kleur gaat zien. Zie je dat het een enorm verschil maakt? Zo. En dan gaat hij verschrikkelijk mooi tekenen en glimmen. Een deel van het intuïtieve betekent ook dat je niet per se het beeld tot in de perfectie uit hoeft te werken. Maar dat je gewoon sommige delen, ja, de suggestie voor wekt, zal ik maar zeggen, dat het er zit. He, dus in dit geval zijn de benen niet helemaal uitgewerkt, maar je weet echt wel dat het om benen gaat. En dat geldt ook, er ontbreekt natuurlijk een hoofd aan, maar iedereen weet dat er een hoofd boven zit. Dus dat zijn hele leuke aspecten van het intuïtieve beeldhouden. En dit is ook vrij realistisch. Wat voor steen je brood? Serpentijn. Dat is het is harder dan speksteen. Speksteen kennen de meeste mensen wel. En dit is een paar graden harder. Als 10 diamant is en 1 is speksteen, is dit ongeveer een hardheid van 4.